Ik wil het met jullie hebben over een droom die ik vannacht heb gehad. En een meditatie die ik gisteren heb gevolgd. Van een meditatie geleid door Matthias de Stefano. Die meditatie heb ik dus gisteravond gehad. En de droom die zal daar een reactie op zijn geweest. Gewoonlijk maak ik podcasts, maar ik dacht van, nou weet je wat, ik ga eens een keer een filmpje erbij doen. Dus volgens mij wordt het dan een vlog. Nou ja, dat is even nieuw voor mij, maar leuke uitdaging. Matthias de Stefano, ik heb er wel een aantal keer over gehad in mijn podcasts. Dus ik zal daar niet te veel over uitweiden. Het is gewoon een Argentijn die zijn herinneringen nog heeft van vroeger, van Atlantis en andere levens en dergelijke. En hij volgt op dit moment een pad in Egypte om de energie van de wereld, meer in connectie te brengen. En er zijn duizenden mensen die nu meedoen met zijn meditatiecyclus. En die cyclus, dat is gewoon helemaal gratis. Dus je kan gewoon meedoen. En die meditaties, dat zijn meditaties die elke dag gedaan worden. Elke dag om 20:20 live op YouTube. En je kunt gewoon meedoen als je wil. En elke dag wordt een ander chakra behandeld. Dus het is de bedoeling dat we alle chakra's in balans krijgen, zeg maar. Nou, gisteravond was het derde oog was aan de beurt. En wij moesten visualiseren dat we zelf een tempel waren. Dus ons lichaam is een tempel. En tijdens die meditatie kreeg ik al een soort van opvlieger. Het is niet een gewone opvlieger, want ik heb al wel opvliegers. Maar dit heb ik af en toe tijdens meditaties. Dan wordt het heel warm in mijn hoofd, in mijn keel en mijn bovenarmen. En dan is het net alsof iemand mij vastgrijpt of zo, maar dan positief. Hè? Een soort van knuffel, maar dan extreem warm. Maar dat had ik gisteren dus. En ja. We moesten tijdens die meditatie moesten we ons hoofd visualiseren als zijnde waar het dak van de tempel op zat. Hè, die koepel. De koepel van de tempel. Dus op het moment dat ik dat visualiseerde, zag ik ineens voor mijn geestesoog zag ik een klein meisje in een bruidsjurk. Nou, zo af en toe zie ik dus wel beelden tijdens meditaties of dromen of gewoon als ik ergens aan denk of wat dan ook. Maar dit was dus, dit meisje zat in mijn tempel, in mijn hoofd, in een bruidsjurk. En toen moesten we visualiseren dat onze ziel een kaars was, een kaars die brandde in die tempel. En op het moment dat ik me dat visualiseerde, zag ik dat er een raaf naast stond, naast de kaars. Een grote zwarte raaf. En iets verderop in de meditatie zag ik een weg, voor mij een bekende weg. Iets waar ik vroeger wel eens heb gereden. En
Wat zag ik nog meer? Oh ja, tijdens het openen van het derde oog. Hè, dat ging ook met bewuste bewegingen. Dus we moesten met onze handen zo het derde oog zo openen. Hè, nadat we het gevisualiseerd hadden dat er licht was. En nou ja, nog meer van dat soort dingen. Op het moment dat ik dat dus deed, was het alsof er een soort van luikje open ging. En toen zag ik voor mij alsof het een soort van tank was. Een legertank. Hè? Waar dan ja, waar een koepel op zat. Waar degene zat die die tank bestuurde. Hè? En ik zag ook zo'n loop voor me die gewoon vooruit wees. Een loop, een tankloop. En toen dacht ik van, oh, heb ik nu oorlog in mijn derde oog of zo, weet je wel. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon een interpretatie, hè, van een beeld wat mijn hersenen gaan maken. Hè, wat, toen ik er later over nadacht, dacht ik van ja, eigenlijk, hè, het is een loop en die gaat vooruit. Dus misschien is gewoon de boodschap van, hey, loop vooruit. Hè, volg je pad. En aan de andere kant, misschien zie ik ook gewoon oorlog. Hè, gewoon is de oorlog in mij en zie ik gewoon oorlog. Ja, daar mag ik dus even over nadenken. Voor mij voelt het meer dat de boodschap is, loop vooruit. Hè? En mocht dat niet zo zijn, dan krijg ik vast nog wel meer boodschappen. Maar toen ging ik slapen. Ja. Toen ik vanmorgen wakker werd, ja, toen had ik een droom in mijn hoofd. Ik was met mijn beste vriendin. Was ik in die droom in de trein en wij keken naar buiten en mijn vriendin die zei van, nou, moet je daar eens kijken, volgens mij is daar een UFO. En nou, ik had wel heel vluchtig iets voorbij zien gaan, maar het was ook heel snel weer weg. Dus ik keek goed en toen zag ik van, hé, inderdaad, dat is een UFO. En dat was gewoon een heel klein dingetje, dus het zag er gewoon uit alsof dat heel ver weg was. En dat pulseerde. Ja, pulseren. Het was het ene moment aanwezig en dan ineens weg. En dat ging zo constant door. En nou ja, we gingen verder met de trein. En toen zagen we her en der vanuit de trein dat de politie ook allerlei wegversperringen had geplaatst, want de politie was er ook al achter gekomen dat er UFO's waren. En onze trein, ja, die leidde ons naar een de parkeerplaats van een bedrijf. Ik weet niet wat voor bedrijf, maar ik denk ook niet dat dat belangrijk was. En wij stonden op het parkeerterrein en we zagen weer die UFO, alleen het was nu dichterbij. En ja, het pulseerde nog steeds. Het kwam dan weer tevoorschijn en het ging weer weg. En terwijl ik dus de lucht in keek daarnaar en op het moment dat het dus verdween, zag ik dus de wolk erachter. En die wolk, ja, die kreeg een donkere vlek. En toen veranderde de wolk ineens in een hondenkop. En die hondenkop die verdween ook weer. En toen kwam die UFO weer tevoorschijn. En die UFO die veranderde in een vlinder. En het was gewoon echt, ik denk zo'n piepklein vlindertje. En ja, het had de kleur van paarsgrijzig, paarsgrijs, een beetje allebei die kleurtjes door elkaar. Het is echt een heel klein, fijn vlindertje.
meer de vorm van een motje. En dat vlindertje, ja, dat vlindertje dat vloog om ons heen. Nou, mijn kat die vindt het ook allemaal heel interessant. Ik zal je het even laten zien. Hij begint hier om de tafel heen te dralen. Nou, nu is hij weer weg. Oh ja, daar is hij. Kijk. Schrikkel. Wat is dit? Ja. Nou, hij vindt het ook wel leuk. Blijkbaar. Maar, ik had het over de vlinders. Dus, die vlinder, die... het was er eerst één. Die vlinder, die ging om ons heen vliegen. En ik vond dat heel interessant. Dus ik ging erheen en ik stak mijn vinger uit, zodat die op mijn vinger kon gaan zitten. En dat deed hij. Dus ik had een vlindertje op mijn vinger. En op een of andere manier was dat een teken. Want toen kwamen er ineens heel veel vlinders. Echt heel veel. Allemaal hetzelfde. Allemaal dezelfde vlindertjes. En die vlogen allemaal naar mij. Die werden op een of andere manier door mij aangetrokken. En op dat moment begon ik dus een beetje angstig te worden en te denken van ja, maar wat gaat er nu dan allemaal gebeuren, weet je wel? Hè? Want het was natuurlijk wel een of ander buitenaards wezen wat ik niet kende. En ja, nou, mijn kat die springt dus net op de tafel. Daar is die. Hallo. Hallo. Zeg eens hallo. Ja. Nou ja, ik vond dat dus een beetje spannend. En ja, dan ga je op een gegeven moment, ga je daarna dus denken van, ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Wat betekenen al die dingen eigenlijk? En het grappige is, vandaag was ik op mijn werk en nou ja, de meditatie was dus over, ging dus over het derde oog. En ik hoorde een liedje op mijn werk en ik dacht van, oh, wat, dat vind ik zo een leuk liedje. Dat heb ik al zo lang niet gehoord, maar ik kwam maar niet op de naam. Dus toen ben ik gaan googlen. En toen was het liedje, dat was de band die heette Wax, Wax. En het liedje heette Right Between the Eyes. Nou, dat vond ik wel heel erg passend weer. Hè? Want ja, dingen die voor jou van belang zijn, ja, dat zijn dingen waar je naar wordt geleid. En waar je ineens enthousiast van wordt. En nou ja, dat heb ik dus ook met dromen. Hè? Daar word ik enthousiast van. Ik word enthousiast als ik spontaan ideeën krijg en informatie ontvang. En nou ja, gisteren heb ik dus ook nog een meditatie zelf ingesproken. En ja, die meditatie verraste mij ook. Hè? Want ja, ik ben bezig met de cursus te maken. Een cursus gids naar je ware zelf. En ja, meestal voor een cursus ga je van tevoren heel veel teksten schrijven. En je gaat alles uitwerken en inspreken en dergelijke. En dit kwam spontaan. Dat kwam gewoon spontaan. Ik heb niks uitgesproken. Ik heb de meditatie ingesproken. En het was goed. Het was echt goed. Het was een meditatie om je ware zelf te ervaren. En mijn ware zelf heeft dus die meditatie ingesproken. Want dat voelde ik gewoon.
En het grappige is dat ik op een gegeven moment zelf geraakt werd. En dat is wel heel leuk, want het is heel goed te zien in de filmpjes. Want ik zie op een gegeven moment mijn ogen dat die een heel klein beetje waterig worden. Want ik zag gewoon, ik voelde en zag dat ik geraakt werd door mijn eigen meditatie. En dus die meditatie is niet alleen voor de cursus bestemd, hij is ook voor mij bestemd. Dus ja, dat was ook weer een cadeautje. Dus er zijn weer bijzondere dingen aan de hand. En ik hou van bijzondere dingen, daar word ik blij van. En mijn droom, wat betekent die? Ja, een vlinder betekent ook dat je jezelf ontwikkelt, dat je jezelf gaat worden, hè? Dat je... He, misschien ook wel dat ik alles niet buiten mij moet zoeken. Hè? Dat ik dat alles al in mij zit. En dat weet ik ook wel. En de hond. Hè? De hond zegt mij van het dog is een mens best friend. Dus ik hoef niet bang te zijn. Het is alles is vriendelijk, alles is goed. En alles wat met me gebeurt en wat er verandert is goed. Is prima. En het feit dat ik zelf achter dat vlindertje aanging, dat geeft ook aan dat ik dat graag wil. Dat ik daar blij van word. Hè? En al die nieuwe dingen ontdekken. Ja, dat is leuk. En loop vooruit. De loop zat vooruit, dus ik moet vooruit lopen. En die weg die ik voor me had gezien, het was de bekende weg. Ja, daar moet ik nog even over nadenken of ik dat als positief moet opvatten of als negatief. Hè? Want je kunt de bekende weg lopen. Maar dan kom je ook op de bekende plaatsen. Dus misschien moet ik die bekende weg even niet gaan lopen. Want dat is te vertrouwd natuurlijk. Hè? Ik wil natuurlijk wel expansie creëren en nieuwe dingen leren enzovoort. Ja. Dus, wat had ik nog meer met mijn droom? Ik vond het wel leuk dat mijn beste vriendin daarbij was. Want ik droom niet zo vaak over haar. Dus dat geeft misschien ook een stukje vertrouwen. Een stukje veiligheid. Hè? Het niet alleen zijn. Er is altijd wel iemand bij je. Nou, verder laat ik die droom nog even, ik laat het nog even sudderen. Ik heb vaak, als ik op een later tijdstip nog over na ga denken, dat er dan nog dingen omhoog komen. Hè, dat ik bepaalde betekenissen ineens ga begrijpen. En soms gebeurt dat ook maanden later. En dat is dus ook de reden waarom ik altijd mijn dromen opschrijf. Inclusief de gevoelens die ik erbij heb ervaren. Want die gevoelens zijn ook belangrijk. Dat zegt ook iets wat op dat moment actief is in je vibratie, in je leven. Dus dat was het eigenlijk voor vandaag. Ik hoop nog meer van die fijne dromen te krijgen. Van die bijzondere dromen. En ik zou zeggen, schrijf ze zelf ook even op. Je weet maar nooit wat daar allemaal voor betekenissen aan hangen. En weet je, de betekenis van een droom, die kun jij het beste maken. Want het wordt sowieso al vertaald door je eigen hersenen in de manier waarop jij het kan begrijpen. En iedereen heeft een andere manier van begrijpen en andere ervaringen. Dus
Jij bent de enige die jouw dromen het beste kan interpreteren. En dus, ik ben de enige die de mijne kan interpreteren. Nou, fijne dag verder. Doei.